Zo, kijk eens aan. Prijs koning Jezus. Dankjewel dat jullie gekomen zijn vandaag allemaal. Ik hoorde vandaag twee getuigenissen. Ik vroeg aan Vivian van hoeveel procent ben je genezen van je psychose? En ze zei ongeveer van 80% al. Ze bouwt haar medicatie, bouwt ze af en de Heer is met haar aan het werk. En ik hoorde net van Hink dat ook weer zijn kanker was minder geworden. En ik dank de Heer Jezus daar ook voor. Een groot applaus voor koning Jezus. Want Hij is onze redder, Hij is onze genezer, Hij is onze bevrijder. En voor wie zal ik vrezen, zegt de Bijbel? Voor niemand. Want we hebben Jezus in ons leven. Halleluja. Ja, Vader, ik wil u danken voor deze aanwezigheid. Ik wil u danken, Vader, voor uw woord. Want u zond uw woord en u genas hem. En ik dank u wel dat u uw woord hebt gezonden. Dat u hebt uw woord gegeven, zelfs aan ons, om ons te genezen, Heer. Want u zegt in uw woord, ik wil het. En ik dank u ervoor. Dank je wel, koning Jezus, ook voor vandaag. Heer, ook voor deze dienst. Heer, en ik dank u wel dat u bent aanwezig met uw geest. Heer, ik wil u vragen, wilt u mij bedouwen en inspireren door uw geest? Want Vader, zonder u wil ik niks doen. En dan kan ik ook niks doen. Maar ik dank u ervoor dat u mij wil leiden in de naam van Jezus. Amen. Halleluja. Prijs koning Jezus. Ik wil jullie vandaag meenemen naar Johannes 2 vers 1 tot en met 11. En dan gaat het over de wonderen van Jezus, die dus water en wijn verandert. En we kunnen daar heel snel overheen lezen, over dit verhaal. Maar ik ben dus van de week, ben ik ermee bezig geweest. En ik denk van, Heer, ik wil een diepere essentie hebben van uw woord en een diepere openbaring over het woord. En dat kreeg ik. En ik denk van, oh Heer, ik dank u ervoor dat u bezig bent. He, dat u bezig bent met uw goddelijke macht in ons leven. Allemaal. Want God, die wil jou allemaal, wil die ons gaan inspireren met het bovennatuurlijke woord van God. En dat is juist het mooie. Als je gaat ontdekken wat voor kracht er in het woord van God zit, dan ga je zeggen, wauw, dan gaat het meer tot je leven. En ik neem jullie gewoon mee naar het verhaal van Jezus, die dan op dat moment komt, hè, in de bruiloft van Kanaan. En dus, en dit is een van de eerste wonderen van Jezus in het openbaar. Dus hij heeft al wel wat wonderen gedaan, maar niet in het openbaar. En dus sommige mensen denken dat dit de eerste wonder is die Jezus doet daar op die bruiloft van Kanaan. Nee, dat staat er heel duidelijk bij. Dit is de eerste wonder die hij deed in het openbaar. Dus God die had zich al eerder geopenbaard in de Zoon Jezus. Halleluja. En dat is iets moois. Dan mag je dus eens even dat goed nalezen. He, en dan komt Jezus, die komt daar op de derde dag van het bruiloft. Nou, een Joods bruiloft is niet zomaar een bruiloft. Wij als krentelige Nederlanders zullen ervoor zorgen dat onze bruiloft eigenlijk maar een paar uur duurt. He, liefst 3,5-4 uur. Maar een Joods bruiloft, Dorothea, hoeveel dagen ging dat door ongeveer? 7 dagen. Dus er was 7 dagen, was er feest. Wauw. Wauw. Moet je nagaan. Dus bij zo'n Joods bruiloft was het ook te gebruikelijk dat heel veel vrienden en familie enzovoort die gingen komen. He, en heel veel aanhang. He, dus dat was niet zomaar even een feest. Dat was wel echt een uitgebreid feest. Jezus
die wordt op de derde dag, wordt hij dus uitgenodigd in deze bruiloft van Cana. En dat is niet zomaar dat Jezus wordt uitgenodigd, want ik denk dat dus de moeder van Jezus, die heeft daar een belangrijke rol in deze bruiloft. Ergens moet ze een familielid zijn, of dat ze een beetje een soort ceremoniemeester was, erbij dat zij dingen regelde voor deze bruiloft. Want anders mag je niet zomaar iets gaan zeggen. En dan op dat moment, dan komt er een beetje schuister. En dat deed ze allemaal. En dan komt op dat moment, dan komt Maria, die komt bij Jezus en die zegt tegen hem, Rabbi, wij weten dat gij van God gekomen zijt, als leraar. Want iemand die deze teken doet, welke gij doet, tenzij God van hem is. Dus dan zie je al dat Jezus heel duidelijk erkennen als een rabbi. En een rabbi word je niet zomaar. Dan moet je wel behoorlijk goed onderlegd zijn in de Joodse wetten en in de Joodse theologie om een rabbi te mogen zijn. Dat is dus iets. En dan zeggen ze, we weten dat je van God komt. We weten dat. Nou, dat is ook in ons dagelijks leven. Als wij ergens gaan komen en we hebben een getuigenis van God in ons leven bij ons, dan zeggen de mensen, je bent gezonden door de Heer. En dat heeft je al regelmatig meegemaakt, dat mensen zeiden, je bent gezonden door de Heer. En dat is juist het mooie. Want waar een vrouw of een man God komt, worden wij gezonden door de Geest van God. En dat is juist het mooie. En Jezus is eigenlijk ook zo op deze bruiloft is hij gekomen. En dan op dat moment gaat er een bepaalde situatie ontstaan waarin gebrek is. Nou, ik denk dat we allemaal wel eens in ons leven gebrek hebben. In een bepaalde situatie. Misschien wel gebrek aan zelfkennis. Misschien gebrek aan zelfbeheersing. Misschien gebrek aan, mijn eten of drinken. Zullen we dan niet de Heer mogen vragen? Dat Hij in alles gaat voorzien voor jou, voor mij. Wat Dorothea ook zei, je moet geven met blijmoedig hart. Kijk, stel je voor, iemand komt naar me toe en die zal zeggen, nou, hier heb jij een cadeautje omdat je jarig bent, maar ik geef het liever niet. Wat denk jij, jongen, wat zou ik zeggen? Mag ik het graag houden? Alsjeblieft, lieve broer of lieve zus. Neem het weer mee en wissel het in en neem het geld weer bij je. En wees dat een zegen voor jezelf. Dat is dan iets wat je dan op dat moment doet. Wat je wil geven vanuit een hart van intentie. Tenminste, ik geef graag, geef ik iets weg. En Jezus die is daar. Die weet op een gegeven moment hoe belangrijk een bruiloft is. Jezus die weet hoe belangrijk een verbond is in het dagelijks leven tussen de man en de vrouw. En daarom is hij ook graag uitgenodigd op deze bruiloft. En dat is juist zo mooi. En dan komt de moeder van Jezus naar Jezus toe en die zegt op dat moment zegt de moeder tegen Jezus, er is gebrek aan wijn. Nou, dan kan Jezus zeggen op een gegeven moment van, ik ben geen hofleverancier, ik verkoop geen wijn. Ik ben geen wijnboer. Maar nee, zij zegt Jezus, er is gebrek. En bij God wil God eigenlijk nooit dat er gebrek is in je leven. En op dat moment gaat Jezus, die gaat naar de bediende, of de Maria, die gaat naar de bediende toe en die zegt iets bijzonders. Wat hij jou ook zegt, wat voor commando Jezus ook geeft, doe dat. Nou, en dan komt het. Eigenlijk wel heel mooi. Dan geeft Jezus, die geeft eigenlijk een hele aparte commando. En dan lezen we heel vaak lezen we er overheen en zijn wij ons daar niet van bewust wat er eigenlijk werkelijk gebeurt.
Want Jezus die geeft dus de mensen opdracht om de vaten die daar staan te gaan vullen met water. Maar deze vaten die daar staan, die gevuld worden met water, worden normaal voor het dagelijks gebruik, worden ze gebruikt voor reiniging. Dit waren eigenlijk gewoon water voor je handen, voor je voeten, voor de dingen te reinigen. Dat was officieel het beeld van deze vaten. En dan zegt Jezus, gooi het vol met water. En uiteindelijk gebeurt er iets bijzonders. Want dan geeft Jezus, die zegt op dat moment, van neem er één schep uit. De instructies van Jezus zijn belangrijk in ons dagelijks leven. Jezus zegt niet, haal er een kraft uit. Nee, die zegt, haal er één schepje uit en laat het de ceremoniemeester proeven. En dan komt het. Dan wordt er geproefd van het water wat is veranderd in wijn. En dan zegt hij, het beste is voor het laatst gebruikt. Maar ik ga dieper. Ik wil met jullie dieper gaan in deze betekenis. Want het mooie is, deze kruiken die gebruikt werden voor de reiniging van voeten, van handen en van hoofd. Zo wil God dat ons als kerk gereinigd wordt door het bloed van Jezus. Want het water, het wijn staat ook voor het bloed van Jezus. En dan zegt Jezus op dat moment van ik wil jullie eigenlijk dat jullie allemaal gereinigd worden. En waarom moeten we allemaal gereinigd worden door het bloed van Jezus? Want dit water staat ook voor de mikva. Wat in het Oude Testament is een reinigingssymbool. En dat je ging onder, ten onder in het water en je werd gedoopt en je werd gereinigd door het kostbare bloed van Jezus. En hier is dus ook de principe dat we moeten eerst gereinigd worden door het bloed van Jezus voordat we deel kunnen nemen aan de bruiloft. Want als jij als gast er kwam en je had vieze handen en je had vieze voeten, dan was het in eerste instantie dat jij gereinigd moest worden. En zo is het eigenlijk ook in dit verhaal, wat ik jullie meeneem in de theologische setting, van dat je moet eerst gereinigd worden door Jezus. Voordat je deel mag nemen aan het bruiloft. Voordat je er mag bij zijn. En het beste, dat komt voor het laatst. Want het beste wordt, hier wordt theologisch, wordt er niet naar gekeken. Maar ik weet zeker dat de eerste wonder wat Jezus in het openbaar deed, was niet zomaar een wonder. Want als jullie goed nagaan, het ging over de bruiloft. En waar zijn we straks? Waar zijn we straks in de hemel? Zijn we ook bij het bruiloft? De bruiloft van het Lam. Waar ook de wijn in overvloed zal vloeien. En Jezus die zegt, als je naar de Vader toe gaat, voorzeker drink ik niet meer van de vrucht van de wijnstok, totdat ik hem drink met jullie. Weer opnieuw. En dit is ook het symbool van Kanaan, waarin Jezus komt en die zegt van, ik heb een betere bruiloft. Maar jullie moeten je wel laten reinigen door het bloed van het Lam. Dus ze gaan eerst in het water. Daar gaan we doorheen. En het water wordt wijn. Dat is Jezus die jou gereinigd heeft. In zijn liefde en in zijn eerlijkheid. Amen.